Mijn naam is Lena Lavaki, afkomstig van Oekraïne. Het was in de Sovjet-Unie in de past. Geboren in 1960, een tijdje geleden. Ik heb gestudeerd als kunstenaar sinds herinner ik mezelf, sinds heel jonge leeftijd. Van alles en kunstschool van Peuter en middelbare kunstopleiding en instituut, grafisch instituut. En als het dus nog niet genoeg was, dan toen ik hier naartoe kwam, heb ik ook een Rietveld Academie afgestudeerd. Een jaar of 15 geleden heb ik mijn man, een Nederlandse man, in Oekraïne ontmoet. Hij had daar gewerkt voor opdracht voor een groot Nederlandse bedrijf. Daar raakten we verliefd en sindsdien overal samen. Toen zijn contract was afgelopen, kwamen we hier naartoe. Ik moest alles achterlaten. En met mijn man natuurlijk hier naartoe komen met mijn penselen en mijn werf. Annabel. Dat is een van mijn kindje. Annabelle, Chihuahua Annabelle. En vandaag is ze mijn model. We moeten werken als model. Het is een heel moeilijke model, want ze kan niet zitten 1 minuut stil. Ik werk in fijnschildertechniek. Ik vind het een geweldige techniek. Het is een meditatief werken. Dan doe ik met een klein penseeltje, heel dun penseeltje, heel langzaam. Eén schilderijtje, ongeveer 50, 70 centimeter. Kan een maand of 2 maanden duren. Het is een heel moeilijke, maar geweldige techniek. Een andere techniek dat ik werk, het is een momentopname, zoals met deze mooie model van me. Dat moet echt gebeuren binnen een enkele minuten of een half uur maximaal. En dat is weg. Dat doe ik en heel snel. Als ik portretten doe van mensen, dat moet ook heel snel gebeuren, want het is expressie van het gezicht, blik in het oog. We moeten echt heel snel pakken, anders het is weg en ik kan het niet terug vastleggen. Dus mensen inspireren me zoveel dat ik kan en wil met mensen werken, zolang ik kan, zolang ik adem.